Daar hebben we meneertje Gandalf. Ja, daar hebben we meneertje Gandalf. Oh ja, had je wat te vertellen? Oh, is dat zo? Wat ik ook wil laten zien, ik heb een paar enkelaarzen geschoord. Ja, helemaal leuk. Goedemiddag lieve vrienden, het is vandaag donderdag 19 september en we leven om 14.26 uur. Ja, en waarom ik zo laat ben? Nou, ik was onder andere ook aan het vechten buiten met een aantal X-spinnen met spinnenwebben die me in de weg gingen. Eentje vlak voor de deur en nog een stukje verder helemaal van de vlindertuin naar de moestuin. Nou, er was geen doorkomen aan, ja. En dan moet je de boel opruimen, je moet daar moet mijn hondje kunnen lopen. Nou, zelfs die had de spinnenwebben al in zijn vacht. Dus die moet kronisch schoon van maken. Niet leuk. Nee, hè? Nee, Ewin, nee. Zo, ja, je hoort er ook bij. Maar ik wens jullie eerst wel weer een welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, en het andere moet ik ook nog steeds doen. Even een intro filmpje maken. Wie we zijn. Maar dat komt ook nog wel. Want ja, vraag me niks. Want het gaat niet goed met mij, nee. Maar laat ik niet merken verder. Nee, hè? Nee, meisje, nee. En de buren zijn druk bezig met, ja, ze waren ook aan het timmeren, dus ik weet niet wat er gebeurt. Ja, misschien nieuwe boetplank, ik weet het niet hoor. Misschien had hij er al eentje verrot, dat weet ik ook niet. Ik vraag er ook niet naar, maar in ieder geval hoop de waai in de hol. Maar oké, maakt niet uit. Ik ga een bakje koffie doen. Ja, daar ben ik wel weer even naartoe. Maar ik wens jullie in ieder geval ook een hele fijne middag nog. Het is 2:30 dus, bijna, op mijn horloge. En nou, er is de zon hier, er is blauwe lucht hier, er zijn wolkenvelden hier. Dus ja, genoeg om van te genieten. Dus ik zeg het, doe dat, dan lig je niet. En ga ik ook lekker doen. Zeg later. Ja, lieve vrienden, ik ga me eigen klaarmaken. Ik ga eventjes de hort op. Ja, ik moet even naar de Voma toe nog even wat boodschapjes halen. En Frodo binnenlaten. Die wil ook naar binnen. Komt u maar. Goed zo. En daar hebben we meneertje Gandalf. Ja, daar hebben we meneertje Gandalf. Oh ja, had je wat te vertellen? Oh, is dat zo? Hé, hey, is dat zo? Kom dan. Kom dan. Nee? Komen we niet? Nee? Nou, dan niet. Het hoeft niet, het mag. Ja, dat ik ga eventjes wat boodschapjes doen, dat ik het allemaal voor zaterdag klaar heb. Dan hoeft dat morgen niet. Kijk, morgen weer andere dingen doen, zoals de vaatwasser, etc. En de keuken schoonmaken. En dan komt het ook allemaal goed. En morgen komt ook Rebecca weer. Want ja, die is gisteren geweest en dan moeten we daar natuurlijk niet van heen. Twee dagen achter elkaar, moet ook niet. Maar in ieder geval, ik ga eventjes de hort op en dan zien jullie me straks wel weer verschijnen. Ik zou zeggen, doei doei! Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. En ik heb... Een kleine beetje boodschappen wat ik moest halen. Hek binnen, onder andere ook natuurlijk dit wat iedereen wel nodig heeft. Facetpapier. Ja, wat ik gekregen bij de kassa, ik weet niet wat het is. Er zit een doosje in en wat voor de rest. Minimarkt. Ja, wat is minimarkt? Weet ik veel. Kijk het zo, laat ik het wel even nou kijken. Die kan ik klaar wegdoen. Zo, ik had Pokémon Go ervoor. Oh ja, wat ik ook wil laten zien, ik heb een paar enkelaarzen geschoord. Ja. Helemaal leuk. Toch zit ook een rits aan de zijkant erin. Ik weet niet of jullie die zien, zo hier al.
En de veter bevoren, dus de veter hoef je in principe niet te gebruiken. Nee. Dus ik ga dat eens even kijken of ik dat kan hebben. En dat maakt voor 14,99, oftewel 15 euro. Nou, wie doet je wat? Dat is toch lachen? Ja. Dus dat komt ook helemaal goed. Ik moet ze even zo kwijt. Dan moet ik eventjes dat zien open te krijgen. Ja, dat gaat open zo aan de zijkant. Hagelslag, een doosje. Wat moet ik ermee? Dat is leeg hoor. Dat is voor kleine kinderen die een winkeltje hebben. Nou, wat moet ik ermee? Ik heb kleine kindertjes die dat hebben. Dus wat moet ik... Ja. Zit er nog wat in? Nee, ja, schuim van dat piepschuim. Een blokje piepschuim. Nou, dat gaat bij mij gewoon weg, want ik heb geen kindertjes die dat... Ja, misschien de buurmeisje van de overkant, maar nou ja, ik vraag wel. Dus, die er even af. En daar wordt het lelijk van. En daar zit ook nog een sticker. Ik kan er ook af. En ik heb even een bounty gekocht. En ik ga een bakje koffie doen en ik ga dat opruimen. En dan kunnen we gelijk wat op de corsethouder in de wc. Hé? Ja, kunnen daar ook wat corsetrollen heen? Er staat maar eentje nog in. Ja, wat een dikke jee. Wat ben je aanhalen? Ik gooi even dat weg. Hou jij op, meneertje Frodo? Frodo weer bezig te eigen te likken en te wassen en te doen. Op de verkeerde manier. Daar gaat de telefoon. Dus ik zeg, lieve vrienden. Dat is Karin. Hoi schat, even geduld. Ik wou net afsluiten met mijn vlog. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van de rest van jullie namiddag nog. Voor straks lekker eten. En voor vanavond een hele fijne avond toegewenst. Tot later. Ja, net goedemiddag. Het is net 12 uur geweest. Dus goedemiddag, lieve vrienden. Ja, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, het is hier niet mooi weer. Nee, het is triest. In en een trieste, dus grijze, donkere dag. Weliswaar regent het niet, het is droog, het is ook zacht weer. Dus dat hebben we wel weer mee, maar maakt er allemaal niet uit. Kan de pret niet boeien. Wees dus toch zelf het zonnetje in huis. Ja, Rebecca die komt rond 12:30 en ik ga zo meteen eventjes... Volgens het eten klaarmaken en mijn oorbellen nog in doen. En ja meisje. Oh, is dat zo? Nou, ik zal het onthouden. Maar in ieder geval, ja, we gaan gewoon lekker in de gang. De vaatwater ga ik laten draaien en noem maar op. Vuilnisbak moet gedaan worden. Dus ja, lekker druk. En ik moet renderen, ik moet deze camera nog leeghalen, ik moet de GoPro van de week nog leeghalen, die zit ook nog op, dus ik heb heel wat te doen. Ja, in huis is het niet zo warm dan van de week het nog wel was. Het is nu exact 20 graden in huis. Ja, en ik ben een koukleum, dus ja, en ik ben buiten geweest, vrolijk geweest, schutting open, noem maar op. Ja, dan moet je toch een vestje aan en dan word je toch rillerig. Zo in je nek, ja. Maar maakt ook niet uit. Nee, we gaan er gewoon voor met die banaan. En jullie moeten ook je werk doen. Dus ik zeg, geniet van alles met wat jullie doen gaan. Doe ik het ook. Dus even tot later. Ja, lieve vrienden, ik ga me klaarmaken. Ik ga even weer de hort op. Nog even naar Cape Holland, naar dat restaurant toe moet ik. En ik moet nog een paar andere kleine dingetjes doen. En omdat Frodo zoveel pijn en verdriet heeft vanwege zijn oortjes. Want ik ben met zijn oortjes bezig. Eentje heb ik al gedaan. Maar ik gun hem ook even rust. Krijgt hij even wat lekkers. Ja. Hè, als troost.
moet ook kunnen in mannetje. Ja. Dus ja, ik zal zo meteen de melkwarf ook weer omdoen. Maar ik ga eerst even een bezoekje brengen aan het toilet. En dan ga ik mijn jas meenemen. Dus dat komt allemaal goed. De GoPro is ook nog vol. En de GoPro 2 wil ik nog niet. Nee, die moet ik eerst nog verder bekijken hoe met het breedbeeld. Of die dan al betaalt, ja of nee. En ik krijg in Engels Roderick wel. Dus laat ik morgen even kijken, want die komen morgen. Ja, morgen is het 21 september. Gaan we lekker uit eten. En dan gaan jullie ook mee. Ja, helemaal leuk. Helemaal geweldig. Lieve vrienden, geniet. Zo, lieve vrienden, we zijn weer thuis. En die daar is natuurlijk weer hartstikke blij, hè? Ja. Oh, nou, jullie horen het. Hij is blij. Ik heb het een en ander in huis geslagen. Sowieso zit er onder deze tas nog meer. Dus ik heb eigenlijk twee tassen. Maar mijn eigen tas zit ook hier nog weer bij in. In die. Dus ja, we gaan dat er eerst even uithalen allemaal. Dus en ik ben back af. Ik moet ook zitten. Zo dan. Jeetje Mina. Ja, en vrouwtje heb ik hier. Ja, goed. Oh. En dat gaan we allemaal laten zien, hè. Ja. Nou, ten eerste heb ik één pak papier gekocht. Want ik wist niet of ik nog had. En ik kan beter te veel hebben dan te weinig. Dan heb ik weer drie pakjes om make-up te verwijderen. Voorraad. Altijd handig. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pakjes noedels voor 1 euro. Wie doet me wat? Het is wel twee verschillende smaken en niet anders. Daar kan ik ook niks aan doen. En Bounty van bij de koffie. Ja, dan heb ik 4 dezelfde kaartjes. Helaas niet wat ik wou, maar op een andere manier doen, ga ik het doen. Ik wou een kaartje hebben met bedankt. Maar die waren er niet. Wel, mega blij. Nou, dat ben ik morgen ook. Ik ben morgen mega blij dat ze alle 4 bij mij kunnen zijn. Dus ja. Ik weet niet of jullie dat zo kunnen zien. Ik hoop van wel. Die ga ik dus schrijven. Dan heb ik ook voor alle 4 heb ik een cadeautje en een geurtje. Die pak ik in. Dit is een herengeurtje. Niet of jullie dat zo zien. Denk het wel. Dat is 1. Dan moet ik die even goed houden. Die. Wat erop staat. Zilver secret. Zeker. Ja, ik krijg geen Engels. Ook een herengeurtje. 2 damesgeurtjes. Blauwer. En Annabel. Dus dat ga ik inpakken. Dan komt er bij ieder cadeautje komt een kaartje met daar wat ingeschreven. En dat krijgen ze morgen in het restaurant. Dat is gewoon mijn tas die ik tegenwoordig al bij me heb. Nou ja, dan hebben we weer een pot koffie. En een rookworst. Twee pakjes gebraden gehakt. En 2 pakjes salami. Altijd lekker, vind ik tenminste. Dan heb ik 4 pakken kaas. Lang 4, nou. Eentje ga ik gebruiken en de rest gaat in de vriezer. Ja, je kunt invriezen. Hey, voorraad. En dan voor mijn lieftallige hondje.
zo mooi. En ik heb weer voor mijn achterbuurmeisje een mini. Ofwel mini-markt voor een speelgoedwinkeltje of zo. Nou, dat kind spaart, heb ik gehoord. En dan heb ik pak Campina biologische volle yoghurt. Zit niks in, dan enkel een stukje piepschuim. Nou, dat bewaar ik ook weer voor. Ja, krijg ze allemaal van mijn cadeau. Klaar ermee. Dat keer weg. Zo. En dan is het de tas opruimen. En mijn hondje verwennen. En mezelf even verwennen met een bak koffie. En de troep opruimen. En wat naar boven kan. Even in de tas doen. Kan ik het vanavond allemaal meenemen naar boven. Ja. Zeg lieve vrienden, geniet verder van jullie namiddag. Want het is 16:56. Dus bijna 5 uur. En ik ga je Frodo zo meteen verwennen. Daarna moet ze een andere oor nog doen. 1 oor heb ik gedaan, maar hij had zoveel last en lag zo tuin. Ik denk dan, laat je eerst met rust. En ik moet een video naar YouTube brengen. Die is ook klaar. Dus ja, ik heb nog genoeg te doen. Ze zeggen, geniet van alles. Voor straks natuurlijk smakelijk eten. En heel misschien tot vanavond. En anders zien jullie mij morgen wel weer terug. Want morgen is het 21 september. Ja. En dan krijgen we het ook druk en gezellig. En dat wordt een dag met een lach en een traan. Ja. En we zien dat dan wel weer. Ik zeg in eerste instantie voor nu. Misschien tot straks. Ja, lieve vrienden, de cadeautjes heb ik al ingepakt en opgeruimd in de tas die morgen meegaat. Mijn eigen tas heb ik eruit gehaald, heb ik niet nodig. De camera die gaat dus mee, die moet ik ook nog legen. De koper moet ik nog legen. Boodschappen zijn al opgeruimd, cadeautjes zijn dus ingepakt. De kaartjes zijn geschreven en erop geplakt. Maar ik had nog wat gekocht. Ja, een cadeautje voor mezelf. Nee, geen kleding. Nee. Ook geen schoenen. Nee, ik heb gisteren schoenen gekocht. Ja, enkelwaars. Zijn ook leuk. Ja, laat ik ook zo meteen even zien. Ik weet niet eens of ik dat gisteren al had gedaan, dus ja, dan doe ik het nog een keer. Ja toch? Ja. Maar er is er eentje die staat in de weg en dat is natuurlijk uiteraard meneer Kandelveer. Ik ga fietsen stelen. Kijk, en dan zet ik ze eventjes zo neer. Dat zijn dus mijn laarzen. Hier een ritje. Veten erin. Afgezet met zilveren nopjes. Helemaal geweldig. Maar ik heb dus nog wat gekocht. Ik zal even omdraaien. Ga eens even weg. Zo. Blijf staan. Staan brengen. Dan weer de stoel in de weg. Kijk. En dan loopt er weer een kat langs. Die natuurlijk overal aan moet ruiken en tegenaan moet komen. Ja, ik ga dat proberen uit elkaar te halen, want het zit natuurlijk in die doos, het moet dan in elkaar gezet worden. En voor mijn buik. Ja. Dan heb ik andere oefeningen. We gaan het gewoon proberen, ja. Dat voor die prijs. Ga even fietsen. Ga een fietsen. Nou, doe nou. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ja, lekker ding. Ik hoop dat jullie het konden zien. In ieder geval zeg maar 10 euro. Nou ja, wie doet je wat? Voor 10 euro dat ding. Normaal zijn die dingen vele malen duurder. Dus ja, ik ga zo meteen even kijken. En als ik hem, ik ga hem eerst uit die doos halen. En dan laat ik hem wel weer zien. Ja, simpel zat, want ik weet niet hoe vol mijn geheugen is. Ik weet het allemaal niet. Batterijken nog makkelijk. Ja, die moet ik vannacht weer in de lader zetten. Dus ja, ik doe jullie wel even uit. Ja, lieve vrienden. Ik ben back en back en back af. Ik heb hem met moeite pijn in elkaar gezet. Ze hebben het op tekening hoe het moet. Maar
zet er niks bij. Welk schroefje, hoe je de buizen moet doen. Enkel via een tekeningetje, via foto's, zie je het. Nou, ik zal het eens even open doen en dan moet ik naar bladzijde 8 toe. 7, 8. Nou, ik zal het jullie tonen. Het lijkt makkelijk, kind kan de was doen, maar ze zetten niet hoe je die buizen neer moet doen. Want er zit een gaatje voor de droeven. Nou ja, dus ja, ik dacht dat ik met elkaar had. Zit het toch nog weer verkeerd om? Dat merkte ik pas bij het klokje. Ja, de teller. Nou, ik heb hem hier nou. Daar moet hoofd. En dat is de teller. Ik ben al heel even bezig geweest. Ja. Zoals jullie zien. 28, 40. Zometeen de batterij eruit. Maar, als je van de kant, man. Zoals die vrouw dat hier zo leuk kan doen. Nou, dat kan ik natuurlijk nog niet, hè. Nog lang en lang niet. Ik kom amper van de grond af. Dus ja. Dat is eventjes en moeilijk. Ja. En ik moet eigenlijk nog zo'n matje zien te versieren. Want de grond dat doet wel zeer aan je rug. En ik ben al rugpatiënt, dus ja. En matje eronder nog. En dan kan ik gaan met die banaan. Ja, op bed gaat het natuurlijk niet, want je matras dat veert een beetje mee. Alhoewel, ja. Ik kan het allicht eens een keer voor andere week proberen. Het weekend, ja, zondag misschien, ik weet het niet. Maar oké. Okay. Ik ga de boel weer eventjes opredderen. De dieren moeten nodig eten. Ik wil eten, want het is al laat. Want het is al lang al half 7 geweest. Normaal zit ik naar mijn serie te kijken. Zelfs dat laat ik voorbij gaan. Dus, maar oké. Okay. Lieve vrienden, geniet van jullie avond. Ik zou zeggen, een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Verlaten natuurlijk wel rusten, slaap lekker met mooie dromen. En gezond weer op. Ik zou zeggen, tot morgen. I got no rules, I count them.